Brabant heeft de European Entrepreneurial Award gewonnen. Dat is een hele mond vol, maar het wil eigenlijk zeggen dat wij vanuit Brussel aangewezen zijn als de provincie die het meest excelleert in over de grens heen ondernemen aan tafel. Michiel van Kampen, directeur van BZW, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. En Jeroen Optenberg van GBO Design en GBO Project. Michiel, eerst even naar jou. Hoe belangrijk en hoe groot is dat internationaal ondernemen voor onze provincie? We hebben als BZW recent een ledenpanel gehouden. Nou, daaruit kwam naar voren dat zo'n 80 tot 85% van de industriële bedrijven in Brabant zich richt op de export. En daarvan weer zegt zo'n 65% dat zij de afgelopen jaren groeiende exportcijfers hebben gezien. Nou, dat indiceert wel hoe belangrijk die export feitelijk is voor Brabant. En wat gaat die prijs voor ons opleveren? Die prijs voor ons gaat opleveren naamsbekendheid. Het feit dat je dus als een ondernemende regio bekend staat. Waarin ook ondernemers zitten die juist internationaal willen opereren. Ja, dat levert alleen maar een positieve reclame op. Ga jij, Jeroen, het inzetten voor jullie bedrijf? Dat we die award hebben gewonnen? Nou, ik denk dat voor de herkenbaarheid en ook de manier van promotie naar buiten toe. En zeker ook internationaal, dat veel kansen biedt. Als ik kijk naar GBO zelf, wij zijn van oorsprong begonnen in 1990 als een bedrijf dat zich vooral richtte op de Nederlandse markt. Ik zal zo meteen even toelichten wat de producten doen. Maar wat je eigenlijk heel sterk ziet is dat onze markt heel sterk verschoven is van de regionale markt naar de internationale markt. En dan merk je ook dat je met alleen een vestiging in Nederland niet meer uitkomt. Dat je echt internationaal moet denken. Maar de echte start was volgens mij toen jij op handelsmissie meeging. Naar China, in 2007. Ja, dat was een handelsmissie samen met de provincie Brabant. Brabants Orkest ging toen ook mee om dat te begeleiden. En vanaf dat moment hebben we gezegd van we gaan in China, Hongkong, gaan wij een locatie opzetten. Waarbij wij vooral producten organiseren en produceren voor opdrachtgevers. Internationaal ondernemen, ja, je kan naar België, je kan naar Duitsland of je kan naar China. Zitten daar nou ook hele grote verschillen tussen? Ja, ik heb in Azië en in het Midden-Oosten een tijd gewoond zelfs en rondgereisd. En wat je veelal ziet, en dat geldt zeker voor Azië, maar ook voor het Midden-Oosten, is dat het opbouwen van een relatie is cruciaal. Dus waar we natuurlijk vaak vanuit een wat Nederlands gedachte gewend zijn om, we vliegen ergens in, we doen zaken en we gaan weer terug en we zijn bezig, daar geldt in China, in Japan, maar ook in Saudi-Arabië of in Oman of in Jemen, dat je een relatie moet opbouwen. Je komt 1, 2, 3 keer kom je terug en vervolgens vanuit daar ga je vertrekken echt. En wat dat betreft, ik denk dat GBO daar een prachtig voorbeeld van is. Die zijn in 2007 zijn ze meegegaan en dan heeft het vervolgens een paar jaar tijd waarschijnlijk gehad om het te settelen. Wat leveren jullie daar als organisatie aan bij? Wat ik met name voor mijn leden, vanuit mijn leden terugkijk, is dat men onderling ervaringen wil uitwisselen. He, dus als GBO, die zijn gestart in China, die hebben daar wellicht met een agent gewerkt. Nou, hoe heb je dat nou gedaan? En ik denk dat onderlinge leereffect, dat we daar als BZW bij uitstek een rol in kunnen spelen. Jij wil natuurlijk ook toch ook nog wel even iets heel kort over je product vertellen. Links of rechts? Welke ga je pakken? Ik pak ze alle twee. Oh, okay. Een product om de koptelefoon op te zetten. Je kunt hem op de wand zetten. Dit is een dental product. Tijdens de wortelkanaalbehandeling wordt er een rubbermateriaal in de tand aangebracht. En middels dit product hebben we een oventje gecreëerd wat die hoge temperatuur kan bereiken. Waardoor de wortelkanaalbehandeling veel veiliger, efficiënter, comfortabeler wordt. De meest uiteenlopende producten fabriceren jullie. Ja. Ongelooflijk. Ja. Jou staat een gouden toekomst te wachten. Tenminste, zo kijk je er wel bij. Hoe is dat voor de rest van Brabant? Hoe kunnen we zorgen dat we deze titel ook doortrekken? Nou, ik denk dat het van groot belang is dat we gezamenlijk, dat wil zeggen bedrijfsleven, georganiseerd bedrijfsleven als BZW, maar ook provincie, de gemeentes, de Brainport regio, en dat internationaal zaken doen blijven stimuleren. Nou, dat kan enerzijds natuurlijk zijn door het organiseren van missies. Hè, maar het zit hem ook vooral in voorlichting. Ik merk dat ook op nationaal niveau zijn er talrijke mogelijkheden waar langs een ondernemer zich kan, waar een ondernemer zich op kan richten om informatie te krijgen over internationale zaken doen. Maar ik merk ook dat, hoe gek ook, maar dat voor Brabants ondernemers Den Haag soms best ver weg is. En ik kan mij voorstellen dat als we die informatie eens wat dichter naar Brabant zouden kunnen halen, dat daar een hoop ondernemers heel veel profijt van zullen hebben. Want ik ben ervan overtuigd dat internationaal opereren, exporteren, dat daar de toekomst ligt van onze economie. En naast dat dat
van belang is voor de economie, is het ook ontzettend leuk om te doen. Ik bedoel, in die andere cultuur opereren, met andere mensen. Ja, dat verrijkt. Het verrijkt letterlijk en figuurlijk aan alle kanten. En dat is prachtig om te ervaren. Ja, een betere ambassadeur dan nu kunnen we daar eigenlijk niet in hebben. Laatste tip van jou. Ja. Wat moet je hebben om over de grens heen te ondernemen? Ja. Eén eigenschap? Lef. Lef. Ja. Mag ik jullie bedanken voor het gesprek. Tot ziens. Oké. Dank je wel.